Goedemiddag allemaal. Mijn naam is dus Nina. Ik ben activist. Ik ben lid van Internationale Socialisten. En eigenlijk begon mijn activisme of ja, vooral verdiepen in deze wereld en wat hier aan de hand is al als scholier. Toen ik veel begon te lezen over klimaatontwrichting, wat we toen nog, of ik toen ook nog, klimaatverandering noemde. Vanuit daar ben ik betrokken geraakt bij heel verschillende actiegroepen, meegedaan aan blokkadeacties. En wat daar voor mij altijd onderdeel van is geweest, is eigenlijk wel systeemkritiek. Dus wat drijft nou eigenlijk deze ontwrichting waar we mee te maken hebben? En voordat ik daar echt op inga, wil ik eventjes benadrukken hoe die tijd waarin wij leven er nou eigenlijk uitziet. Niet dat ik denk dat mensen daar niet van bewust zijn, maar om gewoon een soort van op de same page te zijn. Nog nooit in de geschiedenis produceerde de mensheid zoveel rijkdom als nu. En nog nooit is die rijkdom zo scheef verdeeld geweest als nu. De 10 rijkste mensen ter wereld bezitten meer dan de armste 3,1 miljard. En terwijl de rijken fantaseren over het koloniseren van buitenaardse planeten, zijn er nog nooit zoveel daklozen en hongerigen geweest. Er woedt oorlog en op dit moment is er altijd wel ergens op de wereld sprake van een door de ontwrichting van de klimaatsystemen van de aarde veroorzaakte ramp. Denk aan overstromingen, bosbranden, mislukte oogsten, verwoestende stormen, hittegolven en droogte. De stabiliteit van het klimaat zoals we dat sinds het ontstaan van de mens zo'n 200.000 jaar geleden kennen, bestaat simpelweg nu al niet meer. Een toekomst waarin die stabiliteit terugkeert, wordt hoe langer de concentratie CO2 in de atmosfeer blijft toenemen, hoe onwaarschijnlijker. En heb ik het nog niet eens gehad over de bredere ecologische en biodiversiteitscrisis en het ineenstortingsgevaar dat ook hier dreigt. Momenteel sterven er meer dan 200 plant- en diersoorten per dag uit door allerlei oorzaken waar klimaatverandering er één van is. En het menselijk leed dat dit met zich meebrengt, denk aan hongersnoden, mensen die gedwongen moeten vluchten, droogtes en sterfte is bijna niet te overzien. En vergeet hierbij niet dat dit leed alleen maar versterkt wordt door al bestaande systemen van onderdrukking en uitbuiting, zoals racisme, seksisme en validisme. En dit is de wereld waarin wij lezen en waarin wij leven. En deze crisis kunnen enkel het gevolg zijn van de manier waarop onze samenleving is georganiseerd, namelijk het kapitalisme. Om deze ontwrichting te begrijpen en pogen te stoppen, is het dan ook van groot belang om niet alleen het kapitalisme als schuldig aan te wijzen, maar ook daadwerkelijk te begrijpen waarom het kapitalisme deze ontwrichting veroorzaakt en wat voor gevolgen dit heeft voor de strijd die wij moeten voeren en wat de alternatieven zijn die we moeten opbouwen. En voor mij is het om die analyse te maken dan eigenlijk onvermijdelijk om terug te vallen op het werk van Marx en Engels, omdat zij in de periode dat het kapitalisme zich tot een wereldwijd systeem van productie ontwikkelde, dit systeem tot in de puntjes hebben onderzocht en probeerden te ontdekken wat nou juist het kapitalisme onderscheidt van andere vormen van samenleven en organiseren van de economie. En dat is dus ook wat ik deze meeting ga proberen te doen. Dus echt de basisprincipes van die analyse van Marx en Engels over de kapitalistische manier van het organiseren van de maatschappij en waarom dit zo in strijd staat met eigenlijk de mens en de natuur. En dit is niet heel erg gebruikelijk om als klimaatactivist het marxisme te gebruiken als methode om juist die klimaatontwrichting beter te begrijpen. Het vooroordeel over marxisme is dat het een politieke traditie is die altijd banen tegenover milieu heeft geplaatst en een verwoestende industrialiseringsdrang heeft. En dat is ook begrijpelijk dat die ideeën heersen gezien de politiek van landen met rode vlaggen. En toch zijn het juist die politieke stromingen van socialisme van bovenaf, dus denk aan Stalin, Mao, maar ook Den Uyl in Nederland, die een breuk vormen met de marxistische traditie en het ook ecologisch denken van Marx en Engels, want dat denken is juist heel erg doordrongen van een ecologische filosofie. En waarom die politieke traditie daar zo erg van doordrongen heeft meerdere oorzaken. Dit komt aan de ene kant in de tijd dat Marx en Engels dus hun werken schreven en hun onderzoeken deden. In de 19e eeuw werden er belangrijke ontdekkingen in de biologie gedaan. Dus bijvoorbeeld het metabolisme van de cel werd in die tijd ontdekt, als ook de evolutietheorie. En daarnaast ideeën van
ontwikkeling van de ideeën van Marx en Engels zelf. Want de studie van Marx en Engels van het kapitalisme betrof namelijk het totaalplaatje. Dit gaat over de economie tot de studie van de historische ontwikkeling van het kapitalisme en voorgaande samenleving. En de meest elementaire vraag, wat is de mens eigenlijk? En voor Marx en Engels was het onmogelijk om naar deze delen afzonderlijk te kijken, maar gaf enkel een totaalstudie van deze zaken een antwoord op de kernvragen, namelijk wat is het kapitalisme en wat is het onderscheid tussen het kapitalisme en andere vormen van samenleven. En dit resulteerde in werken als Het Kapitaal, waar Marx deze ideeën uiteenzette, Het Communistisch Manifest, waarin Marx en Engels de strijd tegen het kapitalisme probeerden op te zwepen, en vele andere teksten. En om te begrijpen waarom juist het kapitalisme zo ontwrichtend is voor mens en natuur, ga ik terug naar de basisprincipes van de marxistische filosofie en analyse van de economie, als ook de specifieke historische ontwikkeling van het kapitalisme. Nou, om te beginnen het ecologisch denken van Marx. Marx en Engels zagen de mens in essentie als onderdeel van de natuur, die net als elk ander levend wezen moet zien te overleven. Een mens staat dus in directe relatie met de natuur en heeft de natuur nodig voor zijn eigen overleven. Denk aan zuurstof om te ademen, voedingsstoffen uit voedsel dat uit de bodem groeit of van andere dieren komt, een veilige plek om te wonen, die plek is ook onderdeel van de natuur. Dus in essentie, hoe Marx en Engels dat zagen, een mens staat niet tegenover de natuur, maar is hier onderdeel van. En dit citaat van Engels, waarvan ik van uitga dat er mensen in de zaal zijn die dit citaat ook kennen, legt dit verband heel erg duidelijk uit. Namelijk, we heersen niet over de natuur zoals een veroveraar over een vreemd volk, als iemand die buiten de natuur staat, maar behoren met vlees, bloed en hersenen tot de natuur en bestaan in haar midden. En bedenk je dat in de tijd van Marx en Engels hun studie naar het kapitalisme, dat er dus allebei biologische ontdekkingen werden gedaan, zoals ik net zei. En belangrijke conclusies van westerse biologen in die tijd. Je kan ervan uitgaan dat er andere volken op aarde zijn, dat er andere inheemse volkeren waren die dat al lang wisten. Maar een belangrijke ontdekking in die tijd was dat de natuur constant in beweging is. De natuur is niet iets statisch, maar een constant bewegend geheel dat in deze beweging een bepaalde orde schept. Denk aan een cel die constant stoffen uitwisselt met zijn omgeving. Deze cel wordt beïnvloed door de omgeving, maar beïnvloedt de omgeving net zo goed. En dat denken van die dynamiek beïnvloedt dus ook heel erg het denken van Marx en Engels over hun idee over wat de mens eigenlijk is in relatie tot natuur. En voor deze ideeën over constant in beweging zijn, worden zowel in de biologie als dus in het werk van Marx en Engels woorden als stofwisseling en metabolisme gebruikt. En Marx en Engels trokken de conclusie dat de mens dus ook een onderdeel van deze dynamische natuur is en hier ook constant mee in uitwisseling is. Neem als voorbeeld de ademhaling. Dieren ademen de lucht in en gebruiken het zuurstof. Vervolgens ademen we weer koolstof uit. Dat is dus een dynamische interactie waarbij zowel degene die het inademt verandert als de lucht waarin geademd wordt. En dat is dus altijd een constante beweging. Voor nu klinkt dat misschien logisch, maar destijds werden mensen en natuur als statisch en los van elkaar staande delen gezien. De belangrijkste opvattingen waren dat de mens ofwel door een god als superieur wezen op aarde was gezet, ofwel totaal onderdanig was aan de krachten van de natuur, in plaats van dat we hier als mens een actief, acterend onderdeel van zijn. En het volgende citaat van Engels op de begrafenis van Marx onderstreept het belang van deze conclusie op alle ideeën van Marx en Engels. Dat ga ik in het Engels voordragen. Just as Darwin discovered the law of development of organic nature, so Marx discovered the law of development of human history. The simple fact that mankind must first of all eat, drink, have shelter and clothing before it can pursue politics, science, art, religion, etc. Voor Marxisten is de mens dus een innig natuurlijk wezen dat niet tegenover de natuur staat, maar juist in zijn essentie verbonden is met de natuur. En volgens mij is dit dus ook een feitelijke realiteit die niet te ontkennen valt. Net als de rest van de natuur is de mens niet statisch. Onze relatie met de natuur wordt juist gekenmerkt door het constant in beweging zijn en reageren op elkaar. Voor dit constant in beweging zijn worden dus woorden als metabolisme en stofwisseling gebruikt. En in het denken van Marx en Engels was dit van groot belang. Marx en Engels zagen de manier waarop de mens zorgt voor zijn eigen voortbestaan in de levende natuur als arbeid.
arbeid is dus de manier waarop de mens zijn dynamische en wederkerige relatie met de natuur vormgeeft. En dat is dus hoe zij ook arbeid definiëren, wat belangrijk is om die ontwrichting onder het kapitalisme te gebruiken. En de mens wordt in zijn arbeid gekenmerkt door de mogelijkheid om dit gepland en in sociaal verband te doen. De mens is juist door haar arbeid onlosmakelijk verbonden met de natuur. Denk dus aan het bewerken van de grond voor voedsel, het bouwen van woonplekken, het zuiveren van water, het domesticeren van andere dieren, et cetera. En dit denken van de mens, die dus constant in interactie met de natuur staat, kunnen we ook echt terugvinden in delen van de klimaatbeweging. Een van de eerste demonstraties die mij heel erg beïnvloed heeft, hoorde ik de leus, in dit keer in het Frans, Nous sommes la nature qui se défendre, wat vertaald als We are nature defending itself. Dus wij zijn natuur en wij verdedigen onszelf door op te komen voor die ontwrichting van de natuur. En die stofwisseling, die verbondenheid, draait dus volgens Marx en Engels om het arbeidsproces. Waarbij dat arbeidsproces dus de creatieve manier is waarop de mens zorgt voor eten, kleding en een dak boven het hoofd. De ontwikkeling van dat proces, van de simpele arbeidsindeling in jagers- en verzamelaarsgroepen, tot de complexe productieketens van het mondiale kapitalisme zoals we dat nu kennen, is bepalend voor hoe de verhouding tussen mens en natuur zich heeft ontwikkeld. Deze verhouding tussen mens en natuur verandert dus drastisch onder het kapitalisme, omdat de relatie tussen de mens en zijn eigen arbeid juist zo drastisch verandert onder dit kapitalisme. Nou ja, wat is het kapitalisme dan eigenlijk precies? Is dit het bestaan van arm en rijk? Is dit het bestaan van privébezit? Is dit het bestaan van geld? Dit zijn allemaal kenmerken van het kapitalisme die ook te vinden zijn in andere samenlevingsvormen. Denk aan feodaal Europa tijdens de middeleeuwen. Denk aan het klassensysteem van de Romeinen en ga zomaar door. Het belangrijkste en unieke kenmerk van kapitalisme, zoals Marx dat ontdekte, zit in de relatie tussen kapitaal en arbeid. En Marx zag dit als volgt. Het kapitalisme wordt gedomineerd door kapitaal en de drijf voor kapitaalaccumulatie, dus de toename van economisch kapitaal. Het kapitalisme is dus een systeem van productie met als enige doel productie, accumulatie van kapitaal met als doel accumulatie van kapitaal. Nou ja, wat is dan kapitaal? Is kapitaal is dat gewoon een heleboel geld of een kasteel met allemaal goud erin? Kapitaal is wel echt iets wezenlijk anders dan dat. Kapitaal is namelijk geld, wat we ook welvaart kunnen noemen, dat geïnvesteerd wordt om vervolgens toe te nemen in hoeveelheid. Dus het is als het ware geld dat meer geld wordt. En om toe te nemen moet er iets met dat geld gebeuren, anders blijft het hetzelfde. En het enige wat dat kapitaal kan doen toenemen, dus kan doen veranderen, is uiteindelijk arbeid. Omdat het de enige is die zeg maar een actieve relatie daarmee aan kan gaan. Dat kan niet vanzelf gebeuren. En het voorbeeld dat Marx hiervoor in kapitaal gebruikt, heeft hij het over linnen, over de stof. Je start met een bepaalde hoeveelheid linnen. Die linnen is iets waard. Om van dit linnen de waarde te doen toenemen, moet er bijvoorbeeld een broek van worden gemaakt. Het wordt niet vanzelf een broek. Om van die linnen een broek te maken, is er arbeid nodig. En dat is bij kapitaal dus altijd het geval. Ook bij ingewikkeldere processen. Kapitaal moet in aanraking komen met arbeid om van aard te veranderen. Dus voor kapitaal om te vermeerderen is de tussenkomst van arbeid een vereiste. Het kapitaal wordt vervolgens vermeerderd door niet de arbeider te betalen voor deze toename in waarde, maar om een deel van het kapitaal te geven in de vorm van winsten. En deze winsten kunnen vervolgens weer geïnvesteerd worden in nieuwe arbeid waar weer winst over gemaakt kan worden en ga zo maar door. En onder het kapitalisme is het niet de mens zelf die de controle heeft over zijn eigen arbeid en dus zijn relatie met de omgeving. Daarmee dus ook met zijn eigen mens zijn, maar is de arbeider gedwongen om zijn arbeid te verkopen aan een kapitalist in de ruil voor een loon. En wat drijft die accumulatie van kapitaal? Waarom moet er in het kapitalisme constant winst worden gehaald?
Dat komt niet per se door de hebzucht van de individuele kapitalist die steeds maar duurdere spullen wil en mooiere auto's. Dit is ook iets wat inherent is aan dit systeem van investeren, namelijk de competitie tussen kapitaal. Dit is een competitie die alle partijen dwingt om zichzelf weer opnieuw te investeren. Wanneer jij het niet doet, doet een ander het en ben jij je kapitaal kwijt. Het gevolg is een continue angst dat een rivaal je voor is en daarmee een continue beweging en streven om nieuwe markten aan te boren en het bedenken van manieren om meer winst te kunnen omtrekken aan de arbeid door de kapitalist. En deze ontdekking van Marx, de relatie tussen kapitaal en loonarbeid onder het kapitalisme, is het typerende kenmerk van het kapitalisme. Kapitaal en loonarbeid zijn twee zijden van dezelfde munt, namelijk het kapitalisme. En dit systeem heeft zich historisch ontwikkeld. Het is niet uit de lucht komen vallen. Inmiddels bevinden we ons dus in een samenleving die gekenmerkt wordt door oorlog, gigantische verwoestende multinationals die over de hele wereld opereren en dus een totale ontwrichting van onze leefomgeving. En juist deze specifieke relatie tussen arbeid en kapitaal, zoals die enkel onder het kapitalisme bestaat, zorgt voor een gigantische breuk in de relatie tussen de mens en haar natuurlijke omgeving. En om dit te begrijpen gebruikte Marx het concept van vervreemding. Anders dan hoe dit bijvoorbeeld in de sociologie wordt gedefinieerd, daar gaat het meer over een vorm van eenzaamheid en betekenisloosheid, is vervreemding volgens Marx niet alleen een gevoel, maar is het een daadwerkelijke materiële realiteit. Namelijk de vervreemding van de arbeider met de productie van diens eigen arbeider. De arbeider, wat dus een mens is, heeft geen eigen controle meer over haar natuurlijke manier van omgaan met de omgeving, maar is onder het kapitalisme gedwongen om diens arbeid te verkopen en daarmee de controle weg te geven. En deze breuk zorgt voor een totale irrationaliteit. Alles wat irrationeel is voor de maatschappij als geheel, denk aan overproductie, verspilling, roofbouw, de uitstoot van broeikasgassen als we die nu zien, is wel rationeel voor het individuele bedrijf. Enkele andere voorbeelden. Binnen de kapitalistische logica is het rationeel om ongekend vervuilende gaswinning door fracking uit te breiden, om 500 ton gif in de Ivoorkust te dumpen in plaats van de reinigingskosten te betalen, om het laatste oerbos van Europa te kappen, om kunstmest en pesticiden te gebruiken, om steeds grotere vistrawlers te ontwikkelen, om vliegvelden uit te breiden, om voedsel over de hele wereld te verschepen, om miljoenen hectare regenwoud te kappen en ga zo maar door. Dit zijn allemaal zaken die voor geen enkel individu dat verbonden is met de omgeving rationeel zijn. Maar onder het kapitalisme hebben deze mensen hier geen enkele controle over, omdat hun arbeid en daarmee hun relatie met de natuur op het moment van het handelen niet van hun is, maar is verkocht aan de kapitalist. Binnen het kapitalisme is milieuontwrichting rationeel, omdat er winst mee gemaakt kan worden. De gevolgen doen voor bazen en beleggers niet ter zake. Als ik de winst niet pak, doet een ander het, luidt de gedachtegang. Ze zitten vast in een structurele concurrentiestrijd. En daarmee is dus ook geloven in een groen kapitalisme net zo naïef als streven naar vreedzame oorlog. Het is simpelweg niet mogelijk. De belangen van het kapitaal zullen altijd boven de belangen van de mensheid als geheel staan. Ik zal nu nog heel kort ingaan op de historische verstrengeling tussen fossiele brandstoffen en kapitalisme. En daarna zal ik afronden. Want er is namelijk een historische verstrengeling tussen het gebruik van fossiele brandstof en het kapitalisme. En deze verstrengeling is juist ook te verklaren uit deze belangrijke basisprincipes van het kapitalisme. Namelijk dat streven van de kapitalist naar kapitaalaccumulatie. En dat dat enkel kan plaatsvinden met de tussenkomst van arbeid. Want fossiele brandstoffen bieden namelijk een gigantisch voordeel ten opzichte van andere energiebronnen zoals waterkracht en zonne-energie. Namelijk dat fossiele brandstoffen overal naartoe kunnen worden vervoerd en hier op deze plekken een 24/7 een constante stroom aan energie kunnen leveren. Dit ten opzichte van andere energiebronnen die dat niet kunnen. Bij zonne-energie fluctueert de hoeveelheid beschikbare energie over tijd en waarbij een energiebron als waterkracht is de beschikbaarheid plaatsafhankelijk. En bij fossiele brandstoffen, als die eenmaal gewonnen zijn, is dat helemaal niet meer het geval. Als er op een bepaalde plek niet voldoende arbeid beschikbaar is, of de arbeid te duur is geworden, of de mensen weigeren om hun arbeid te verkopen,
kan de individuele kapitalist zijn productie simpelweg verplaatsen naar een plek waar dit niet het geval is. Hier zijn ook heel, heel veel historische voorbeelden van. Denk aan het feit dat in Enschede in Oost-Nederland ooit een van de grootste textielproductiesteden wereldwijd was. En inmiddels is deze productie verplaatst naar landen als Bangladesh en China. En wanneer de textielindustrie gedraaid zou hebben op waterkracht, opgewekt in rivieren, zou dit een heel stuk lastiger zijn geweest. Fossiele brandstoffen bieden de kapitalist extreem veel vrijheid om zoveel mogelijk te produceren, waarin de enige factor die niet per definitie stabiel is, arbeid is. En dit heeft gezorgd voor een innige verwikkeling tussen het gebruik van fossiele brandstoffen en de belangen van het kapitaal. En dat zien we terug in gigantische lobbygroepen van de fossiele industrie. Gigantische weerstand van het bedrijfsleven om op grote schaal over te stappen op duurzame energiebronnen. De CEO van Shell heeft er geen enkele problemen mee om zelf over te stappen op een elektrische auto, maar zal met het afstoten van zijn fossiele takken nooit de megawinsten kunnen halen die het nu behaalt. Vandaar dat dit soort bedrijven nog steeds onvermoeid investeren in de aanleg van nieuwe fossiele projecten. Denk aan gasboringen in de Waddenzee, olieboringen op Antarctica en ga zo maar door. En dat allemaal terwijl we afstormen op een situatie van totale barbarij. Nou ja, wat nu? Je weet dus dat groen kapitalisme niet mogelijk is. Maar misschien heb je nog heel weinig ideeën over hoe we deze ontwrichting nu kunnen stoppen. Voor mij is de marxistische analyse heel erg krachtig in het begrijpen van de wereld zoals die is. En het schetsen van een mogelijk hoopgevend toekomstscenario. Het heeft mij geleerd dat de mens aan zich niet een vijand is van de natuur. Het kapitalisme is dat wel. Alleen het kapitalisme is geen natuurwet. Het heeft niet altijd bestaan en zal niet altijd bestaan. En welke kant onze samenleving zich op ontwikkelt, die van socialisme of die van uitsterving, hangt af van het handelen van mensen in het hier en nu. In het hier en nu moeten we strijden voor het terugkrijgen van de controle over onze leefomgeving. De controle over de lucht die wij nodig hebben om te ademen, de grond die wij nodig hebben om voedsel te verbouwen en een stabiel klimaat dat wij nodig hebben om überhaupt te kunnen leven. En deze strijd voeren we samen met de klimaatbeweging tijdens marsen en blokkades. En deze strijd voeren we ook samen op momenten dat we een hoger loon en een verlaging van de werkdruk eisen met onze collega's. Ook dit is namelijk een strijd voor controle over ons eigen leven. En elke winst voor de arbeidersklasse is een winst voor het klimaat. Dit soort overwinningen dragen bij aan het idee dat het überhaupt mogelijk is om zelf controle over onze leefomgeving te hebben. Dat we niet machteloos zijn ten opzichte van het kapitaal. Dit kunnen we niet alleen. We hebben een massabeweging nodig die deze belangen voorop stelt. Niet schuwt om de confrontatie aan te gaan met de huidige macht. En harde ecologische eisen stelt. Zoals een directe stop op de productie van alle luxe goederen en vluchten. En een directe stop op alle nieuwe fossiele projecten. Dus sluit je aan. Heel goed dat jullie hier zijn. Dat is ook al een begin. En weg vooruit. Dankjewel. Daarmee rond ik het af.